Dan doe. Ik heb die andere bluff voor de zekerheid genomen. Ik wist wel weer wat er ging komen anders. Oh shit. Welke kut? Oh man, hij heeft me dan meteen geraakt. Hè. Meteen jongen. Kut deze. Vinden binnen, maar ik ga wel naar binnen. Wat echt? Die ga. Waar zijn jullie? Oh hier. Ik ben ook bijna dood, hè? Mannen, dat ding op de grond, ja? Wat je hoofd gaat pakken, dat is nu achter ons aan. Oh, ja, volgens mij had ik er net aan op tijd. Iemand moet hem op zijn hoofd krijgen zodat ik hem kan slaan. Ja, maar gast, krijg je damage daarvan? Marco, open jezelf. Gast. Oh shit! Thanks, Anna, voor dat ik nu. Let ik nog steeds 1 HP. Ik ben. Heb je reageerd? Oh nee. Ja. Oh nee. Oh, sorry. Maar wie hebt toch gedaan dat ik dit ding. Jongens, kijk rechts. Ja, ik ben hier naar binnen. Ik ga dood, hè. Marco, open jezelf op. Gast, ik ga dood, hè. Weet je dat niet? Hij is nergens te bekennen. Arjan, niet te snel. Probeer het te dodgen. Waarom... Hey! Wat een bitch! Nee! Nee, je hebt onze loot, jongen! Oh. Hij gaat erop! Okay. Ready? Oh nee. Binnen. We gaan weer terug. Ik ga dood. Of niet? Oh! Heb je gevoeld worden dat Ayo. Oh, is hij legit dood? Nee. Nee, Marco is het. Weet je wat het is? Ik ben dus goed geraakt door die dat beest. Dat vliegt insect. En ik liep naar rechts en ik liep zo tegen de circuit bees, oftewel een zwerm baaien. Dus ik dacht, en ik had net geen stamina meer, maar ik kwam wel weg. Ik dacht serieus dat ik dood was. Beetje, Marco. Zo, nou weet ik gelukkig wel de weg te vinden. Zo, daar zijn we. Zullen we hand in hand, Senna? Hand in hand, oog in oog. Het is nu niet meer droog. Ah, nee. Hand in hand, oog in oog. Doodeng blijft het serieus. Serieus. Wat is er? Is dat ik de enige route nog moet gaan? Kijk, ik heb een borstel. Hey, een present. Niet openmaken. Waarom niet? Schip pas. Je kan een bot op straat krijgen, dan kan je niet meer meenemen. Nu blijft hij klein. Mannen? Ja, je kan gewoon doorlopen. Oh, achter die trap zit een bel. Een brass bel. Oh, nog een neerhang, joh. Mannen? Ja. Oh. Fire exit, jongens. Het tante grote engine. Waar? Ja, hierboven. Ik ben verder gelopen. Oh, en een... En we hebben... Oh, ik wou net zeggen. Oh, waar is mijn... Oh, hier. Ik ben augurk, hè. Nou, Marco. Ga jij vast de tent? Ga jij even kijken? Ja. Hoe laat is het eigenlijk? Ik weet niet. Ik heb het buiten zien. Ik durf het niet. Jullie doen ze geheimzinnig. Marco. Er is niks aan de hand. Nee, dikke neus, niet. Dikke neus. Gaan we lekker zelf doen.
Okay. Jullie doen geheimzinnig. Jullie al gewoon meteen naar buiten kunnen gaan daar en niks gedaan. Maar jullie zeggen, Marco, jij maar voor. Marco. Ik moet lachen om Jezus. Om niet te vol in thuis. Waar de fuck zou ik gaan? Wat is dit? Kut. Breaking. Ja. Zeg, blijf je stilstaan. Twee donkere gangen. Ja, en... Met een deur. Je hebt je naar mijn sleutel. Ja. Hallo Senna. Man, ik denk dat we hier echt moeten, want hier ligt doorst helemaal niks. Daar ook niet? Ja. Beneden, breed ligt helemaal niks. Maar het is een rechte doorgang, maar er is geen druk daar, ik heb al gekeken. Hier is een sprong. Ja. Ja, dat is het enige, de rechte is gewoon echt rechtdoor. Maar het is niet echt. Dit kan. Want hier zit ik. Oh, er staat wel een turret hier. Ja, dat bedoel ik. Hij ziet ons niet in ieder geval. Arjan? Dus... Gewoon, we zijn... Oké, we hebben een keuze, man. We zijn de turret. Mannen, we hebben een keuze. Deze extra die ander. Nee, ze volgens mij hebben deze maar twee fire exits. Ja, weet ik. We hebben allebei dus... Sommige hebben nog maar twee. Maar... Bitch. Ik neem hem open voor je op, pik. Hij was dichtgegooid achter mijn rug. Hou hem open. Terug. Ja, moet die andere. Wat laat je zitten? Ik heb geen idee. Wat is je zitten? Pak zijn sport! Oh! Oh, ik wilde zeggen pak zijn bord, maar het kwam met consumptie uit. Kun je hier nog wel naar boven, hè? Twee kanten. Of heb je deze al gehad? Ja, ik dacht hier van hier zijn. Oh, je hebt wel geweest. Ari, ik heb je leven gered. Goeie. Nou, top. Daar waarvoor had je dat ding mee. Exit, man. Ja. Ah. Iedereen, ik vond het ook mooi dat ik dat ding op mijn hoofd kreeg van Marcus Krol. Nee. Ja, precies. Is jij niet meer doen? Nee, ik het niet. Ik heb Jared Pickles en zo niet gedaan. Oké. Ik vind Marco, ben jij het eerst? Waarom moet ik als eerst? Dit is zo, oké. Ik druppel alle spullen. Ik ga wel weer dood, mannen. Het is je leven maar één keer. Best maar. Oh! We zeiden toch dat er niks aan de hand was? Waarom, gaan jullie dan niet naar buiten als er niks aan de hand is? Dat is een goede exit, let's go Marco! Nice! Stop! Ben je? Ik zei wel dat er niks aan de hand is. Ja, dat is karma voor je, Arjan. Dat ga je zinnig gebeuren. Nou. Oh, tuurlijk is het weer karma, joh. Ik heb niks gedaan. Tuurste karma, wat denk je zelf? Jij doet de hele tijd, oh Marco, ga maar, is niks aan de hand hoor. Gaat niks aan, is niks aan de hand. Doe crouch, spring crouch. Ja. Marco, is er wat gebeurd? Nee. Nee. Je was wel wat van plan. Niveau. De kans van de deur is 0,05%, liet dit. 0,1 of 0,5. Het gaat dat. Godzal, echt. Waarom is hij zo stil? Marco, ik heb die honden.
is er aan? Dat stille hond is de redder in nood, hè? Die guy heeft gewoon dat Valhalla ding gedood van mij. Waar is Arjen dan? Die is gedood door dat stille ding. Waarom is Arjen dan weer... Oké. Maar waarom is Arjen dan weer op pad gegaan? Die deur open. Starten? Arjen, dat beest heeft mijn leven gered. Dat stille ding heeft mijn leven gered. Wat het geluid wordt. Oh! Tering, dat is een groot hondje! We zijn verder. Kijk, we hebben achter nog. We hebben verder hier. Onmakkelijk is het marker op de kerst, maar iets wat niks gebeurt. Ja, echt, die deur staat niet eens, maar ja. Pak je woord. Maar ja, hij is bang voor een deur. Hey, Ayo. Krijg het heren. Dat is toch zo? Je was bang voor een deur. Je was bang voor een deur. Oké, jij moet zo horen. Installeren een nieuwe mod. En je normaal Fire in. Oh, jongens, Fire in. Hup, wat buiten. Nu is het. Marco, ga jij maar als eerst. Fire in is veilig hoor. En dan ga je tegen mij zeggen dat ik gek ben. Ja, dat is grappig. Ik ben niet helemaal lekker bang. Nee, ik snap het wel, maar ik vind het grappig om te doen. Ja. Jullie gaan nu. Nu? Oké. Marco, je kan niet zeggen dat er niet aan. Nu mogen één van jullie straks als eerste. Want ik ben nou net als eerste gaan, dus... Ja, is goed. Is goed, Evo. Legit, dat is... De exit is helemaal niks. Nee. De andere, de hoofding is die... de mimic. Je moet wel, ja. Oké, hey, we leggen het je uit. De exit gates, niks. De inkomdeuren, dus de begindeur, die twee deuren, weet je wat, dat, daar moet je voor bang wezen. Ja, die kunnen soms gericht worden. Flashback. Goeie exit, let's go Marco! En een flashback. Ik haat die burger op het plafond, man. Ja joh. Ja. Huh? Ja, dat is ook echt kut. Dat is het zeker, dat is waar ik van... Je hebt dat niet huh? Gescheerd, jij hebt het waard. Oh, dat is het ding. Oh. Inderdaad, je moet allemaal eerst. Deze kant is toch al vandaag gedaan op niet? Die kant is leeg. Wel. Oh, dan moeten we springen. Dan moeten we springen. Ja. Wacht! Oh nee. Kom maar. Ik kan vanaf de reling. Dat is een afhoud moeilijk. Doei. Wat? Holy. Nee! Jij zet er zelf zo'n scène viel naar beneden, maar er ligt nog wel eentje in binnen. Oh nee. Oh nee, Arjen is ook dood. Of niet? Oh. Ik moet die eentje pakken, maar straks gaat hij weer achter de deur. Ben ik klaar? Ik ga terug. Ik durf het niet op te wedden. Nee. Dan zijn we alles weer kwijt. En dan, en dit is de laatste day, dus dan meteen ontslagen worden, dat is geen optie. Oeh, dat is wel heel erg. Hier kan ik wel vanaf. Zo, uptay. Ja, die liggen samen dood in één kamer. Ja, daar. Fuck, is dit nou weer? Ja, hé, gast, oké. Nul dagen. Als ik daar naar binnen ga, ben ik dood. En dan zijn we alles kwijt. Je kan letterlijk naar binnen, maar ik heb niet naar buiten. Ja, maar straks was je veel eerder dan ik. Straks maakte ik een fout en nu ben ik dood. Dus ik dacht eventjes gewoon even wat verder vooruit. Nee, je dacht aan jezelf. Nou kijk, oké. Nou hadden we 0 dagen gehad, had ik dood geweest. Wat dan? Had ik ook de zon gekregen, dus... Er is geen excuus voor, je dacht aan jezelf. Daar blijft het bij. Ik dacht aan... ons.
Ik denk, als ik dood ga... En jezelf, maar vooral jezelf. Kijk, niveau. Je moet zo doen. Kijk naar mij, Kijk naar mijn ogen. Het nummer 1 is de risk taken. Wij zijn hier om risk te tekenen. Ja. En dat die binnen ziet, weet je wel? Gaan. Probeer maar. Mag ik die sleutel niet verkopen? Niet verkopen? Maar, we hebben alles goed gedaan, want we hebben nu wel dit product. Ik wil zaklampen. Oh, shovel. Hij is meteen aan het kopen, hè? Wat? Hebben we nog niet eens geld en hebben we niemand geld gegeven? We hebben niet eens geld, ja, nu wel. Ik wil... Flashlight. Ja, fuck jou, ik ga er vandoor. Quota! Oh, hey. Nee, ik ga mijn scherm uit. Godverdomme.